I'll mark them on your map. Ah, een potential recruit. Een drone-racer. Is hij in de buurt? Nee. Onze missie is daar. Hé, hey, en daar is ook een skilled recruit en een teammate. Het is wel handig dat al die medegangsters gewoon allemaal in de buurt zijn. Hope you have the energy for another workout. You've been activated. Not a problem. Let's go. Kijk, want dat is daar waar ik nu naartoe kijk. Een possible recruit. En laten we die dan maar even activeren. Mochten we ooit zin hebben in sidequests, kan dat gewoon. Kijk, daar staat hij. Een entertainer. London needs defenders, and you look like you might be one of them. Funny that. I could say the same thing about you. Here, I'm looking for someone who can get into difficult places. Are you game? We can get in. What is this about? First mission. Get me a file at these coordinates. We'll talk more then. Kijk, even iemand recruiten. Mary Rex Happy. Rex Happy. I don't like her. I, for one, am intrigued by her mysterious aura, and I know literally everything, so that's saying something. I'll pass along the coordinates if you'd like to take on her request. Download the requested file. Waar moeten we dan naartoe? Naar de boven. Kijk, en daar is de construction worker al klaar voor actie. Stafford Garage. The coordinates point to a server in the vicinity. The file our friend was talking about must be stored on it. Got it. Oh, dat hek kan ik al hacken. Kan ik hier zo mee naar binnen? Now I know where the party is. You got beef with me, huh? Dit is een vijand, blijkbaar. Neutralize Albion VIP to reduce their control of the burrow. Oh, dan moet ik naar boven, denk ik. There it is. You can hack in from there. Het is hier druk met vijanden. Niet volledig geruisloos. Deze methode. Goed, als het werkt. Hij heeft de keys. Kan ik de deuren hacken? Dat scheelt ook alweer wat. Hier is een file. Die neem ik mee. Find the closed circuit terminal. Dan moet ik weer naar beneden. Maar het is niet per se nodig, want deze deur kan ik gewoon in. Hij ziet mij toch niet. Kijk, neutralize VIP. Is gelukt. En daarmee is de defiance increased. En zo kunnen wij dus ook This is a highly allies placed Albion informant, or as they're called in America, a narc. And if there's one thing I know about the people of London, it's that they always like to see a rat get his comeuppance. Good on you. Yeah, thanks.
Een beetje hacken hier en daar. Informatie opdoen. CTOS. Bloom. What you got, Bugsy? More GPS coordinates. Seems we're on a bit of a scavenger hunt. I put the odds at about even we find a corpse at some point. Interesting. Give me the location. Nieuwe coordinates. Is daar ook al iemand die daar wacht bij de missie? Nee. Ja, die oma is hier. Hebben we geen zin in. Ik kan wel... ETO, vestraf unavailable, swap unavailable. Ja, ik ben nog in enemy territory. Eerst naar buiten. Zo. Nu kan ik wel fast travelen naar daar. Ik ga niet met die opa, met die oma lopen, want dat schiet echt niet op. Nieuwe coördinaten. Hier staat een motor, die neem ik mee. Zo, let's go. Nieuwe coördinaten, rechtdoor. Om Mary Rex Happy te recruiten. Ik denk hoe meer recruits, hoe beter. Here. Correction, you're almost there. The exact coordinates point to a spot on the roof. Oh, piss off. Go on, up you get. Spot on the roof. Maar ik heb die drone skill, toch? Blijkbaar niet. Cargo drone. Drone 7. Ja. Yeah. Oh, dan moet ik natuurlijk wel zo'n locatie hebben waar ik een drone summon kan doen. Kijk uit, meneer, anders word je ondersteboven gereden. Ga weg. Bijzondere instabiele auto gevonden. Kan ik deze jump maken? Ja. Want dan moet ik nog steeds verder omhoog. Dat kan hier. Town Hall is het ook. Het is het gemeentehuis. Er staan ook allemaal mensen op het dak. Waarom? Hey, dit is onze recruit, talk to Mary. We're starting to think I've been stood up. You're dead sick, yeah? I've been watching you, and I've really liked what I've been seeing. Come on, I'm still waiting for you to tell me what's up. All right, it was just a little test to see if you were really dead sick or not. Some people have been faking it. And? You wowed me. I'm ready to join this dead sick alles. Party die informatie and halen fight back en dan, for London. Sick. Harry Welcome Kloete. To the team, mate. Lekker. Recruit Mary Rex Happy. Bij deze gerecruiteerd. En daarmee dus een nieuwe recruit in onze party. Lekker hoor. Dat betekent ook dat wij gewoon weer verder kunnen met onze andere missie dan. 404 Not Found. Daar waren we mee bezig. En dat dus nieuw operative. Nieuw operative. Op de map moeten we daar naartoe.
En daar is op dit moment Aaron Carter, die wij eerder gerekruteerd hebben, die bevindt zich hier. Welcome to DedSec, fam. We're getting smarter, faster, and madder every day. Damn right. Man's ready to tear it up. Fuck yeah. Hij calls a new recruit. You're in. Now find the thing. 404 not found. Find the server. Ik mag hier niet naar binnen. Maar... misschien mag een van onze spinnetjes dat wel. Sign up for our weeks today and join us in the world of tomorrow. Daybreak is the future. Our future is very bright. Die man is in de trap gelopen, oh, dit wilde ik niet. Robotech has led the world in AI innovation. We automated levels of black cats, we brought Fagley to your optics. Hier kan ik niet zomaar langs, zonder meer. Oh, een vijand. Hi. Oké, dat komt dus niet op die manier. Het kan natuurlijk weer alleen met een physical hack. Ja, dan moet met een physical hack. Dus... ja, maar dat kan wel met een spin. Ik kan hier lopen zolang ik niet gezien word door Kaart. Of de drones. Unleash the full potential of your mind. One simple community procedure and you can be free forever. Sign up for our weeks today and join us in the world of tomorrow. Daybreak is the future. And the future is very bright indeed. Ik moet naar boven. In AI innovation. En kan dus met een spinnetje. Spider out. Naar boven moet ik. Kan niet zonder meer. Sign up for our weeks today and join us in the world of tomorrow. Hier is een trap. Daybreak is the future. And the future is very bright. Deur is open. Hek. Video access, let's go. Now? Hey, you made it.
Yeah, we could do this another time if... What? Oh, yeah. He thought I was trespassing. I'll set him straight. Right. Now, about that message I sent you. I might have been a little overexcited. Oh, shut up! I've been investigating a massive contract. Too massive for the plebs you use 404. This contract is different. Dangerous. Who is it? I will tell you. But first, I have to trust you. And you have to trust me, you know? So, I'm going to send you another 404 contract. Let's just get to know each other a little better. Look, I don't know you. What's your agenda? What makes your target so bad? Oh, there you go. Asking the right questions. Trust me. I do my research. I know every contract inside out, and they're all part of the problem. London, the world, will be much better off with our help. Now, if you'll excuse me, I have to move this twat before he gets his strength back. Laters! Not a trap. Sounds like we have a potential partnership with this mean, aggressive mystery woman. Give it a think and we'll discuss once you're out of Somerset House. Ah, bless, bruv. Keep the area. Ambition of love and prosperity. Join our men to receive our place when they get the full potential. Table. One simple procedure. Ah, what the fuck do I do? Okay. My gut is telling me she's not from the same cloth as Zero Day, and my gut's never wrong. She's unconventional, but I can't argue her results. We'd probably benefit from teaming up. If you decide to become gig economy hacktivists, then I'll support you, because I literally have no choice. Go to Nexus Tower. Even kijken, daar is niemand in de buurt. Er is ook geen fast travel in de buurt. Ja, daar is zij toch het dichtste bij. Dan is zij toch het dichtste bij. Hallo, hallo. DedSec needs your help. I'm on it. Schaakbord. Hier nog een auto mee te nemen, ex. Daar. Verkeerde auto. 700 meter. Zijn auto? Weten we niet. We nemen wel mee. Nexus Tower. New location. De London Lens. In plaats van de London Eye. De London Lens. Southwark. Daar ben ik al geweest. Nou, we zijn er. Hier is de quantum computer. I am here. Well done. Let me tell you about your contract. The Nexus Tower holds a quantum computer used by Albion. It simulates civilian response to large-scale events. Mass arrests, deportations, bombings. They are gauging the public's response to see what they can get away with. Bastards. It's a minging piece of work. Destroy the quantum computer. That's the contract. Destroy the quantum computer. Dat klinkt gevaarlijk. Is dat een soldaat? Even kijken dat hij mij niet ziet. De deur gaat in één keer open. Doei. Blijft hij daar staan? Dan gaan we naar deze kant naar binnen. Oh, er komt er ook weer een naar buiten. Dat gaat hem niet worden dan. Deze dude is weg. Zo.
kan ik wat meer stealthen. Ik moet naar boven sowieso. Security turret. Ongezien doorlaten. Hier is de quantum computer. Daar moet ik heen. Is het veilig? Ik ga het proberen. Blijkbaar. Unlock alles. Even het zicht van die turret blokkeren. Het zicht van die turret blokkeren. Hier staat een shield op. Safety net achteraan. Kan ik dat safety net ook beheren via camera? Ja, blijkbaar wel. Dus inderdaad de vraag, waar begint het safety net? Daar. Kijk, daar kunnen we heen, daar kunnen we niet heen. Laten we inderdaad daar beginnen. Naar beneden, dat kan niet. Daar moet ik beginnen. Dan moet ik de lijn volgen. Unlock. Unlock. Dan gaat hij naar beneden. Dus te ver naar beneden waar ik nu ben, denk ik. Wat ziet hij hier nou? Als hij daarheen gaat. Ja, dit is de route die ik... Oh, ik heb ongelukkig een drone naar beneden geschoten. Dat is niet mijn bedoeling. Die kan naar beneden. En die kan dan ook daar opzij. Waar kom ik dan uit? Aan die zijkant. Unlock, ja. Kijk, dan gaat hij hier verder naar beneden. Dus weer te ver naar beneden waar ik nu ben. Kijken, is hij dan nu... Oh, wacht, ik zit natuurlijk bij de ingang. Um,
Mijn spin, die wilde ik hijjacken. Kijk, steunblok. Oh, dit is voor die dingen. Disable the shield. Hacken. De quantum computer. Erasing data. Ik blijf ongezien omdat mijn spin het werk doet. De hele quantum computer hack. You're a natural. Next step is to wait for now to get back to us. But don't wait here. That would be a shit idea. Agree. That good. Glad to establish a foundation of trust. Escape the area. I'm ready to show you the contract I'm investigating. Go to the GBB. You shouldn't have any trouble finding her. Discover the big contract at the GBB. Wie is daar in de buurt? De Toemoesman zelf. De Toemoesman is hier bij deze missie. That's some good fucking info. But if you want to help DedSec for reals. Quick, Albion is about to blow up London Bridge. No, it's not. Well, not yet. Kijk, hier moet ik zijn. Ah, the GBB. Once considered the world's greatest public broadcaster, now considered, quote, quite shit. This is where you'll find Nout's big contract. Security is tight. There are very few options. We've found one access point on the roof. Should be able to use that. Lift je naar beneden. Ga ik daar op. Ga ik naar boven. Now it's big contract. Zo. Dat is een guard en dat is niet een guard. Ik wil niet dat mensen de politie gaan bellen, dus dan maar iedereen uitschakelen. Now it's a big contract. Naar beneden moet ik voor deze objective. Ik loop nu steeds verder omhoog, maar ik moet naar beneden. Daar moet ik in. Kijken of we dat weer met een spinnetje kunnen doen. Downloading key. Deurtje open. Naar binnen. Hacken. Private event. Hal A. Everything you are is in your brain. Your love, your fear, your dreams, even the cheeky ones. Are all electrical signals firing back and forth between your ears.
This right here is more powerful than any computer. But it has its limitations. I watched my mother succumb to motor neuron disease, and her loss made me realize that death comes to us all. But what if we could change that? What if we could scan your brain and upload the neural map to the cloud? Well, that would mean the end of human suffering, of death itself, and the beginning of a new society where war, oppression, disease are all worries of the past. Hello, my name is Skye Larson. I'm CEO of BrokerTech, and this is Daybreak. Daybreak? Now, since all of you have signed up for our waitlist, I'm sure you're eager to see how Daybreak really works. But before we do that, I'll ask the technicians at the board to cut the live feed. We wouldn't want any uninvited guests recording these trade secrets. Daybreak is an imaging system which scans the... Escape the area. Gaan we weer terug naar onze lift. Die we even geleend hadden. Er liggen hier die twee in elkaar geslagen gasten. Oh, dit telt al als escape the area. There you have it, DedSec. The big contract. You want to bring down Skye Larson? Oh, I want to do more than that. Problem is, Larson hasn't been seen in public in nearly 2 years. And you can't kill a hologram. I've been trying to track her down. I found a home here in London, but that... Well... Skye Larson's work is changing the world. Her innovations in AI, the creation of Bagley... Is she dodging taxes? Funding fascists? What's she done? Plenty. But you need to see for yourself. A mansion's in Westminster. Things you'll see in there. She disconnected. Mission complete. 404 not found. Dan gaan we in de volgende missie naar het huis van Skye Larson. De CEO van een groot techbedrijf. Bags, can you find where Skye Larson lives? Of course, I'll just crack open the yellow pages. Oh look, there she is, right under B. For billionaires who obviously don't publicize their home address, you sweet dumb baby. I've narrowed it down to St. James's Square, but that's the best I can do. Well, let's bell now and ask her. Tried already. She's offline. Now, 'twas quaking in her boots, and I don't think she scares easily. Whatever's in that mansion must be bad. Ik ben benieuwd. We gaan het meemaken in de volgende video. Dus graag weer. Tot dan.